enorme zware rally. Een onvergetelijke ervaring. Een enorme eer om Kohoren op de kaart te zetten. Hoe zit het met de zenuwen? Jij zegt dat zo, van hoe zit het met de zenuwen? Je stelt die vragen, ik krijg er meteen al een beetje kippenvel van. Op mijn benen klinkt kinderachtig, maar ja, de tijd gaat hard. Gaat heel hard. Ik bedoel, het is misschien nog klein, even ruim 60 dagen. En dan gaat het gebeuren. Een droom waar ik 35 jaar over nagedacht heb. Ik zou het zo graag willen, zo graag willen. Ja, nou gaat het gebeuren. Ondanks de zenuwen zijn hij, de motor en zijn fans klaar voor het grootste avontuur uit zijn leven. Ik heb gewoon 300 vesten verkocht aan mensen uit het dorp en fans. En ik denk, hoe kun je fan zijn van iemand van 58? Maar ja, het is zo'n eer om voor die mensen toch die finish te halen van die Dakar. Dat is echt mijn goal. Als oudste Nederlander ooit de Dakar finishen. En ik ga hem wel een beetje preventief voorzichtig rijden. Maar ja, je moet gas geven, anders kom je die duinen niet boven. En Peru heeft hele gevaarlijke duinen. Als je 2 meter naar links of naar rechts rijdt, dat is gewoon het verschil van over de kop gaan of lekker naar beneden rijden. En, ja, je kan niet over het randje van die duin kijken totdat je er bent. Het zijn niet alleen de duinen, maar ook het navigeren waarin Jimmink een uitdaging ziet. Het is eigenlijk het ding waar het om gaat en voor mij wel een beetje kritisch is. Dat is mijn roadbook en de kilometers bijhouden. Dus dat is nog wel een dingetje. Ja, in de Ceres Rally kwam ik een mevrouw tegen, psycholoog. En die zei, ja, met die kleurtjes, 5 kleuren kan je niet onthouden. Mannen kunnen dat niet, vrouwen wel. En dus ik kleur nou nog maar met 2 of 3 kleuren. En dat is zo belangrijk en het ging zoveel beter. Ik ben blij dat ik dat geleerd heb. En zijn geheim om de Dakar finish te halen heeft alles te maken met een positieve mindset. Je moet het helemaal alleen doen. Je hebt dat roadbook en ja, joh, je moet zoveel dingen moet je opletten. Ik heb door de woestijn gereden in Abu Dhabi. En je moet positief blijven. En op een gegeven moment, het was 50 graden. En ik rijd daar, ik denk, wat worden mijn voeten heet. En ik kijk naar beneden, ik denk, ja, ik sta met 1 voet op die uitlaat, maar die ander, die staat niet op de uitlaat. Ik denk, Mart, je raakt in een negatieve spiraal, dat moet niet. En dan in 2 seconden later denk ik, ja, Jimmink, als je in de woestijn rijdt, worden je poten zo heet. En dat bedoel ik met mindset. En toen heb ik er ook niet meer aan gedacht. En met die instelling rijdt hij van 6 tot en met 17 januari de Dakar Rally.